Hartelijk welkom, Benjamin. Dankjewel. Gefeliciteerd met je nieuwe boek. Ja, dankjewel. Dat is een boek over asteroïden. Het is de Asteroïdengids. Ja. Ik zal even bij even zien voor de dit is het boek. Kijkers thuis. Ja. En om te beginnen even iets over jouw werk. Want jij hebt hiervoor, Benjamin, een magnus opus. Het licht doen zien. Ja. Dat was het boek waar ik eigenlijk 32 jaar op heb zitten broeden in tegenstelling tot dit boek. Maar het is mijn occult filosofische werk eigenlijk. Het is een mix van occultisme, klassiek occultisme en cultuurfilosofie. En gerangschikt op een manier die men vroeger de kleinere en grotere mysteriën noemde. Het was een oud organon om kennis te ordenen. En je gaat in. En het is mijn antwoord op wat ik eigenlijk altijd als IKEA of theezakje spiritualiteit heb afgedaan. Dus dat is een valse spiritualiteit. Die is ontstaan al in Oud-Perzië toen men het prachtige yin-yang-synergie-model ging splitsen in een prototype God en Satan. En daardoor dualisme als een volkomen kunstmatig iets heeft georchestreerd. En dat orchestreren van dualisme duurt nu al 3000 jaar. En alle staatsreligies haken erop in, als ook de moderne spirituele beweging. En waar het eigenlijk in het heel kort op neerkomt, is Vamacharya is tantrische term voor linkerpad spiritualiteit. Die staat tegenover Dakshinagara, dat is de rechterpad spiritualiteit. En Dakshinagara, daar valt eigenlijk alle de standaard spiritualiteit zoals we dat kennen. Van het is hier op de aarde een klote zooi en we moeten terug naar het licht en dan zijn we verlost. En die gedachte, dat is juist in mijn optiek de vader en moeder van alle ellende op de wereld. Want als jij de aarde verloochent, je vindt het aardse bestaan maar niks, dan wordt dat een self-fulfilling prophecy. En dan krijg je dus de wereld die we nu hebben, die waarin de natuur compleet vernietigd wordt. Die op het randje, op erg aan de intensive care ligt. En niet alleen qua natuur, maar ook sociaal. En mijn antwoord daarop is, als ik het heel kort door de bocht zeg, dan pleit ik niet voor een spiritualiteit die zich richt op het sectranscendente, wat een puur patriarchale benadering van het goddelijke is, maar op een goddelijke en godinnelijke benadering van het goddelijke. Ja. En het herstel van synergie tussen yin en yang, mannelijk en vrouwelijk, en het mannelijke en vrouwelijke. Korter kan ik het niet zeggen eigenlijk. En ik probeer dat zelf zoveel mogelijk in de praktijk te doen. Ja, dat brengt enorm veel kennis samen. Ja. Van Magara. Dat maakt ook dat het een behoorlijk stevig boek is. Ja, er zijn mensen die lezen het in één ruk uit en die mailen mij van dit is nou altijd de missing link die ik altijd gezocht heb. Anderen vinden het moeilijk omdat ze in het kader denken van de oneindige lawine van boeken die er in op rechterpad spiritualiteit is gepubliceerd en die moeten dus die omschakeling maken. Maar voor mij als astroloog is het, ik vind dat je leven niet moet ontsnappen omdat het een klotezooi is. En ik vind ook niet dat de aarde alleen maar een leerschool is. Ik vind dat je gewoon moet genieten van het leven. En wat ik als astroloog doe, is naar in iemands horoscoop hetzelfde doen als wat een acupuncturist met energiebanen doet. Ik probeer het maximum aan potentie uit iemand los te halen. En dus mijn eigen referentiekader van waaruit ik horoscopen duid, is iets totaal anders dan het doorsnee referentiekader wat zich op de traditionele spiritualiteit, die op transcendentie is gericht, oriënteert. En qua psychologie hanteer ik ook een tantrische psychologie die heel anders is dan het westers model. Ja. En nu dus weer terug naar astrologie. Ja, dat is iets wat ik al 30 jaar eigenlijk mee bezig ben. En dit boek is een is ook een hoogtepunt in die lijn. Ja, eigenlijk ook een magnus opus.
Voor een astrologie wel. Het is wel een in ieder geval is het een standaard werk. Het is het eerste werk ter wereld wat 950 asteroïden de duiding van geeft. Ook verdeeld in 15 groepen, dus dat is nog nooit iemand die dat heeft beschreven. Maar ik heb het eigenlijk gemaakt uit frustratie over de fragmentering van de informatie over asteroïden. Asteroïden spelen een mijns inziens onmisbare rol in het scherp duiden van horoscopen. Dus je was er eigenlijk al mee bezig, maar ja. je liep er regelmatig tegenaan dat je iets wilde opzoeken, maar het was er gewoon niet. Ik liep tegen halve kwart informatie aan, ja. Vage informatie, en ik wilde het gewoon een keertje het onderste uit de kan hebben, omdat ik interesseer me al vanaf 2003 voor deze materie. En het materiaal wat erover is, vond ik erg onbevredigend. Dus ik heb hier ook een hele nieuwe systematiek gehanteerd om echt een betrouwbaar verzameling duidingen te creëren. Dat is gebaseerd op de ontdekkingshoroscoop van een asteroïde en de naam speelt daar een belangrijke rol bij. Oké, want ik neem aan dat die namen worden gegeven door iemand bij NASA, ja, of ESA. De naam worden allemaal door astronomen gegeven die soms de ballen verstand hebben van astrologie of van mythologie. Soms wordt een naam gegeven omdat het de dochter is van een kennis van hun of iets dergelijks. Maar in deze wereld die ik in de asteroïdenwereld die ik als mesocosmos beschrijf in mijn boek ten opzichte van de macro-microcosmos, hebben namen een veel grotere betekenis dan alleen een woord. Het zijn echt krachten, entiteiten op een vreemde manier. Okay. Om een voorbeeld te noemen van, er is een steenklomp pindaarvorm, die heet Eros, en er is een steenklomp die heet Toro, dat zijn twee asteroïden. Toro heeft in astrologisch altijd te maken met uit de baan vliegende brute kracht, energie, ongelukken. Eros heeft te maken met passie, ja, de tolstie. Eros heeft te maken met passie. En ook met erotiek, het seksuele voordeel, maar vooral met waar je passie ligt. Maar waarom iemand de naam Toro, dat was de naam van de vrouw, van de ontdekker trouwens, die helemaal niet wild was zelf, maar de naam Toro is morfogenetisch gewoon geladen met het beeld van een Spaanse vechtspartier die de arena in komt. Waarom iemand die naam aan die steenklomp geeft en die naam aan die steenklomp is een raadsel. Het nog groter raadsel is dat als je dus empirisch anekdotisch gaat testen, dan blijkt Toro consistent met die duiding te maken te hebben van brute uit de baan vliegende kracht en ongeluk. En Eros ook consistent daarmee te maken te hebben. En dit zijn dan maar twee voorbeelden van een heleboel. En niet alle asteroïden hebben een naam gekregen. Heel veel hebben codes, vooral verre objecten. En dan ben je puur beperkt tot de ontdekkingshoroscoop en het testen van dat object in testhoroscopen. Soms heb ik daar heel veel voor genomen bij de vraag van waarom worden sommige mensen heel erg beroemd, bekend en anderen niet, terwijl ze veel interessantere dingen doen. Daar heb ik 150 testhoroscopen voor twee objecten, Hilonome en Binor. Hilonome kom je vooral tegen bij Paris Hilton-achtige types. Paris Hilton heeft nooit iets spectaculairders gedaan dan met een chihuahua in haar handtas rondlopen. En die is onvoorstelbaar bekend en populair. Binor kom je vooral tegen bij mensen die bekend zijn, maar daar wel voor gewerkt hebben. En als je de extreme bekendheid die jarenlang duurt, zoals Johan Cruijff en Steven Spielberg, dan zie je dat ze een conjunctie van Binor en Hilonome in horoscoop hebben. Vroeger was grote bekendheid, populariteit was Venus conjunct zon of Venus conjunct maan. Dat is nog steeds zo. Maar dat verklaart bij heel veel mensen absoluut niet de populariteit of bekendheid. Er zijn heel veel mensen die zijn heel populair of bekend die geen dergelijke Venus aspecten hebben.